Een home-tour van een leeg huis, maar dat maakt niet uit. Doei dan! Ja? Ja, ik kom eraan! Hey, hoi, ik ben Merilo. Mag ik even bij je binnenkijken? Het heeft echt superveel geregend. Dus dat hoort wel even dat ik denk, oh my god. Een hele goede morgen en welkom bij vlogmas nummer 6 alweer. Het is echt vroeg. Jongens zijn lekker naar school en wij gaan nu naar het nieuwe huis toe. Want we hebben daar best wel veel dingetjes te doen. Dus ja, and I'm tired. Ik had een nieuw dekbed gekocht voor Memphis, maar die ligt dus nog de hele tijd in de auto. Oh, wacht. Dan doe ik hem even binnen zetten. Dan vind ik zonde. We hadden hem gisteren gekocht, toch? Gisteren. Ja, zonde. Arm ding. Lag je de hele tijd in de auto, hè? Ga ik hem zo even lekker wassen. Doe eens lief. Doe eens lief. Oh, het is koud, jongens. I'm freezing my butt off. Ik ga de andere kant op lopen, want dat ding gaat iedere keer dicht. Doei dan! Oh, we zijn bij het nieuwe huis. Ik ga nu uitstappen. Het is koud en ik had de stoelverwarming aan. Het is zo lekker met stoelverwarming aan. Alleen, ik wil even bij de buren aanbellen. Want de buren hebben dus hetzelfde huis als dat wij hebben. En hun hebben het al helemaal ingericht en zo. En dan wil ik gewoon heel even kijken. Maar ik vind het ook weer schaamtelijk om dan weer aan de deur te gaan. Te vragen, hey, hoi, ik ben Merilo. Mag ik even binnenkijken? Ik weet niet of we daar wel zo op zitten te wachten. Dus, ga ik het doen, ga ik het niet doen. En aan de andere kant, ik moet gewoon scheid hebben en het gewoon doen. Fuck it. Ja, dat vind ik ook. Mijn lippen zijn weer heel erg droog. Helemaal uitgedroogd. Wat doe je eraan? Nothing. Ik ga naar binnen. Want we hebben ook een afspraak met een meneertje. Want die komt de stalen deuren... Ik kom eraan hoor. En die komt de stalen deuren inmeten. Dus dat is wel best wel belangrijk. Niet helemaal, maar ik zal nog even de kamer van Alessia laten zien. Want ik heb nog helemaal niet alles laten zien. Kijk, dit is de kamer van Alessia. Het heeft echt superveel geregend. Ja, dit is het. Ja, dan gaan we nu naar de kamer van Memphis. Ja, je ziet nog niet heel erg veel, hoor. En dit is dan de kamer van Memphis. Ook weer met zo'n heel groot raam. Super cool natuurlijk. En heel veel ruimte. En dit is dan de werkkamer. Ook best wel groot ruim weer. En hier dan ook weer het hoekje. En daar zie je dan de wc, of de badkamer van de jongens. Dan mag ik even openmaken. Zo. Eindelijk een raam. Even kijken, hier komt de wc. Daar komt de douche van hun. En als je hier kijkt, komt daar de wasbak. En de spiegel erboven. Oké, let's go on. We gaan naar boven. En dan zijn we boven. En hier hebben we ook weer aflopen plakken. Want hier komt zeg maar ons bed. Dit is dan buiten. En daar komt de tv. En daar komt een vrijstaand bad. En dat is nog een wc met een douche. En daar komen de wastafeltjes. En hierboven heb je de balken. Dus even in het kort alles laten zien. Ja? Ja, ik kom eraan. Ik moet gauw, want die man is er. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb het ijskoud. Ik ben helemaal bevroren. Maar ja, het goede nieuws is, we kunnen de leidingen via de grond. Want we hebben vloerverwarming en we hebben geen kruipruimte. En wij willen koken op het eiland en dat werd nogal een uitdaging, maar het is gelukt, we kunnen het en er valt een hele stress van mijn schouders af. En we hebben allemaal gekeken naar wat we moeten doen, net even de schilder gebeld om te vragen of hij dan de kozijnen wil schilderen en ja, we hebben eigenlijk nu alles wel op orde
En ik ben echt super blij. Het enige waar ik niet zo heel erg blij mee ben, is dat naast ons huis is het dus een bed and breakfast. En ik zag daar vandaag echt 5 mensen in dat huis. En ik rook ook wiet. En ik ben echt het meest anti-drugs persoon die er maar is. Ik haat drugs. En ik haat de geur ook gewoon. Ik vind het gewoon niet lekker. Het is iets waar ik echt niet tegen kan. Dus dat wordt wel even dat ik denk, oh my god. Maar ja, dat is wel even een nadeeltje dat ik even zoiets heb van hem. Maar ja, dat had ik ook kunnen verwachten. Ik zit midden in de stad, dus ja. Maar ja, ik heb nu net thee gemaakt. Met melk. En honing. Super lekker. En dat ga ik nu even opdrinken en relaxen. En ik ga denk ik zo meteen heel even een warme douche nemen. Want ik heb het echt tot op het bot koud gewoon. Dat huis is zo koud. Ja, ik moet even opwarmen. En ik heb het idee met... Ik heb al thee gemaakt en ik warm me niet op. Dus ik ga daar maar gewoon even douchen. Dat ga ik maar gewoon even doen. Ik ging om 5:30 vanochtend al mediteren. 6:00 ging ik mijn bed uit. 6:06 was ik hier beneden. Ik voel me nu wel een beetje moe worden eigenlijk. En dan leven we pas op 3:00. Dus ik moet nog koken, alles. Maar ja. Dit was dus aan mijn home tour. Nou, home tour, ik kan het nog niet echt een home tour noemen, want er staat nog niks in. Maar dan weet je in ieder geval een beetje hoe de ruimtes eruit zien. Ik kan niet wachten om te beginnen met inrichten. Dat gaat ook binnenkort heel snel gebeuren. Nadat alle andere dingen zijn gedaan. Dus niet zo snel eigenlijk. Ja, we zullen het zien, hè. Ik hoop dat het wel een beetje opschiet. Ik had even verwacht, want er kwamen zoveel dingen op ons af, dat we dachten, oh, gaan we dat nog wel redden allemaal? Maar ik heb er nog wel vertrouwen in. Het gaat nu weer eindelijk een beetje goed. Alles komt in orde, dus I love it. Ik hoop dat je het een leuke home tour vond. Een home tour van een leeg huis, maar dat maakt niet uit. Het is een home tour. Want morgen ga ik naar de Ardennen toe met de jongens en de hele familie. En het wordt superleuk. En ik moet morgen nog mijn koffer inpakken. En ik moet spullen inpakken. Maar morgen gaan we eerst shoppen. Want ik heb nog dingetjes op mijn lijst staan die ik wil kopen. Zoals pyjama's en dat soort dingen. Want ik heb het altijd koud. Dus ik wil goed met warme kleding daar zitten. En niet dat ik mij een butt of freeze. Dus vandaar. Ik ga ook mijn vlogmas afsluiten. Ik zie jullie in ieder geval morgen. Vergeet niet te abonneren. Doe je door hieronder ergens te klikken. En dan ben je geabonneerd. En dan vergeet ook geen dikke vette duim omhoog te geven. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlogmas. Love you!